Je hebt je hersenen nodig bij alles wat je doet. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Het is daarom belangrijk dat je hersenen goed worden beschermd. Tegen gevaren van buitenaf en gevaarlijke stoffen in het bloed. Bij die bescherming speelt de bloed-hersenbarrière een belangrijke rol. Deze barrière bevindt zich in de bloedvaten in je hersenen en kun je vergelijken met een poortwachter. Het is zijn taak om onderscheid te maken tussen noodzakelijke en schadelijke stoffen. Noodzakelijke stoffen, zoals voedingsstoffen, krijgen toegang tot je hersenen, maar schadelijke stoffen, zoals afvalstoffen, niet. Zo blijven je hersenen zo gezond mogelijk. Knap werk, toch? Maar soms beschermt deze poortwachter zo goed dat hij ook medicijnen tegenhoudt. Een behandeling zoals chemotherapie kan dan niet goed worden ingezet om bijvoorbeeld een hersentumor te behandelen. En dan? Met de Focused Ultrasound technologie, of kort gezegd FUS technologie, kunnen we de bloed-hersenbarrière tijdelijk openen om medicijnen toch te laten passeren. Met behulp van geluidstrillingen masseren microbelletjes in de bloedvaten tijdelijk en lokaal de bloed-hersenbarrière open. Zo kunnen medicijnen op de juiste plek in de hersenen hun werk doen. Momenteel wordt in Nederland onderzocht of de FUS-technologie succesvol is voor het behandelen van hersentumoren. Resultaten uit dit onderzoek kunnen in de toekomst gebruikt worden voor de behandeling van nog veel meer hersenaandoeningen. Daarom investeert de Hersenstichting in deze innovatieve technologie. Hoe mooi zou het zijn als ook aandoeningen als dementie, Parkinson of depressie hiermee kunnen worden behandeld?